klassieke Defender. Vierkant. Maar hey, deze heeft een harttransplantatie gedaan. Let op. We hebben bij ons een tophead met een 800 pk 6.2 V8 met een compressor erop. Een compressor pompt extra zuurstof, kilo zuurstof extra in die motor. Dan kan er weer nog meer benzine bij. En dan uiteindelijk komt er nog meer kracht bij. Een compressor ter grootte van een braadpan. En dan heeft hij 800 pk en dan komt hij 1200 Nm. 1200 Nm, 800 pk. Dat is het nog niet. Nog een cijfertje. Achterwielendrijving, jazeker. Hij kan wel op vierwielendrijving, zit hier een pookje en zo. Dus als je of rood gaat, want hij kan ook nog steeds of rood. En dan rijden op all-terrain banden. Dus je kunt echt serieus de blubber in. Of vol gas omhoog in het gravel, noem maar op. Maar normaal op het asfalt staat hij gewoon op de achterwieletjes. Dus je hebt 800 pk op de achterwielen. Ja, Tophead. En de mannen van Tophead, dat zijn ware autokunstenaars. Die jongens, die leven van auto's, die hebben benzine in het bloed. Die hebben maar één doel, dat is een waanzinnige creatie bouwen. Een handje vol per jaar, dat is de productie. En wie kunnen daar dan terecht? Nou, eigenlijk iedereen. Kost een beetje, maar je krijgt ook wat. De engineers bij Tophead die bouwen in principe dat wat jij als klant wil hebben. Deze zwarte Defender 110, dat is het meest extreme dat ze tot op heden hebben gebouwd. Het is een 800 pk machine. En die pk's die haalt hij uit een 6.2 V8 met een compressor die bij General Motors vandaan komt. En die zit in de Corvette ZR1. Dat is de allersnelste Corvette die er is. Ja. En dat dan verpakt in een soort bungalowhuisje. Zo moet je het een beetje zien. Tophead. Ze zaten in Loosdrecht. Ze zijn een klein beetje uit de jas gegroeid. Ze zijn verhuisd naar Nijkerkerveen. En je kunt daar dus terecht voor al je wensen. En het hoeft tegenwoordig niet eens meer een Defender te zijn die ze dan helemaal op maat maken. Hè? En dat betekent in dit geval totaal andere wielophanging, andere geometrie. De wielen staan verder uit elkaar. Dus een lager zwaartepunt. Hij heeft luchtvering. Hij heeft zeer goede dempers. In alles een ontzettend goed rijdende auto. Als je hem ziet, dan denk je, ja, zo'n klassiek ding. En als je er dan mee gaat sturen, rijdt hij gewoon heel, heel, heel erg goed. Maar als je nou een ander idee hebt, weet ik veel. Misschien een Jaguar XJS met een 12-cilinder. Of een Alfa Romeo Giulia met een VTEC Honda-brommertje erin. Of wat dan ook, het maakt niet uit. Dan kan dat, dan kun je daar terecht. Je moet het een beetje zien als het Sbarro van Zwitserland. Daar kon je ook terecht voor elke creatie en zij maken het. Nou, dat doen ze daar in Nijkerkerveen bij Tophead dus ook. Precies op dezelfde manier. Ik had alleen het geluid al, hè. Het zit onder een knopje, dus je kunt hem een beetje dempen. En dan niet met speakertjes en andere imitatienarigheid. Nee, gewoon de kleppen open. Die uitlaat twee stortkokers aan de achterzijde schuin omhoog als een soort geweervuur. Ga er niet achter staan op je korte broek. Als een van je vriendjes achter het stuur zit en die eventjes in zijn vrij gas geeft. Want je hebt absoluut de brandblaren op je bovenbenen. Je moet deze auto zien als een hooligan. Of als deze auto een mens was, dan had hij in de gevangenis gezeten. Dit is het meest krankjorme wat je kunt bedenken eigenlijk. Het ziet er heel keurig uit, het is heel mooi afgewerkt. En als je dat exterieur bekijkt, je ziet dat het origineel is, maar dat het een beetje breder op zijn wielen staat. Maar dan helemaal in detail, dan is hij toch ook weer aangepakt met de raampartij van binnen. De stoelpositie was in een Defender echt serieus beroerd. Die is in een Tophead heel goed. Je zit gewoon echt op de juiste plek. Stuur op de juiste plek. Achttrapsautomaat. En dan ga je met deze auto aan de gang. Het gaat absoluut je voorstellingsniveau te boven. Met dit soort weggetjes.
De wereld is eigenlijk te klein voor deze auto's. De wereld is aan het elektrificeren, duurzaam, efficiënt. Hoewel dit ook wel een vorm van duurzaamheid is. Het is namelijk een oude Defender die nog steeds gebruikt wordt. Dus niks vervanging. Gewoon verbeteren. Maar... maar je moet wel bij de les zijn, jongens. Je moet echt bij de les zijn. Wat gaat dit serieus van zijn plek? Dit is het avant terrible van de automotive. Dit is een auto die eigenlijk niet meer kan. Alleen daarom heeft hij al bestaansrecht. En geen ESP of andere narigheid. Gewoon die 800 pk naar de achterwielen. En dan kun je aan de gang. En het mooie is, bij Tophead hebben ze zoveel oog voor precisie, voor detaillering. Het is allemaal maatwerk. Het duurt een poosje, hè, als je bestelt ben je een jaartje aan het wachten. Maar in dat jaar beleef je de bouw van jouw auto. Je bent erbij betrokken. En als je halverwege denkt, goh, maar dan wil ik toch weer anders. Of dan wil ik toch weer anders. Ja, dan kan dat. En dit is een auto voor mensen, die hebben er echt al wel een paar. Al een paar auto's die uit een keurige autofabriek komen. En uiteindelijk willen ze toch ook een keer zelf hun auto samenstellen. Nou, en dat kan bij Tophead. En dan kun je kiezen voor een automatische versnellingsbak. Of je kunt kiezen voor een handbak. Of je kunt kiezen voor een V8 met een compressor of eentje zonder. Jij mag het uiteindelijk bepalen. Maar wat er in die end bij jou op de stoep staat, is vreselijk wild. Vreselijk wild. Een absolute hooligan. Een auto die niet meer kan, maar die er toch is. Ja, en dat is gaaf. Dat is gewoon echt gaaf. Uit Nederland. Nee, uit Nederland.